Trouwens, want dat wordt altijd een klein beetje vergeten. Hij is hier al heel de avond aan het presenteren en iets dat op zingen lijkt. Mag ik een geweldig applaus voor Kurt van Egem? Kom eens uit Antwerpen, ik kan daar niks aan doen. En we hebben elkaar gezien, Jan en ik hebben elkaar gezien, ik denk 2 maanden geleden. En had een hoop partituur bij, zei: wat wil je spelen? En plots zag ik daar een liedje van Bobbejaan Schoepen tussen zitten. En Café zonder bier. Niet Café zonder bier. Niet Café, nee, niet Café. Nog een nog grotere meezinger. Dames en heren, kijk, dat is dat moet ik even zeggen, hier staan dus allemaal mensen van rond de 8 jaar, klopt dat? 8, 9 jaar? Twaalf. En die roepen naar mij, lichtjes van de Schelde. Dat vind ik nu tof, hè. Inderdaad, speciaal voor jou en voor iedereen. Alexander, ik zal ook mee. Lichtjes van de Schelde. Maar moet je dat echt doen? Ik wil gewoon nog geen liedje van hem. De tijd zit erop en we varen naar huis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik weer thuis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik weer terugkom in het land. Allemaal samen. Zie ik de op zijn kroos en zijn vrouw, en toch wil hij altijd weer varen. En heeft soms de zee iets verkeerd met haar voor, en leidt ik voor goed averij. Denk dan aan de kinderen en sla je erdoor, maar spreek ze heel dikwijls van mij. Zie ik de lichtjes waar.